Peter! Peter, hoe je thuis? Wauw, bro. Hou je bek, man. Wacht, man. Echt heel stik. Oké, vriend, Peter, zeg jij maar. Waar gaan we daar naartoe? Ik denk dat we iemand met een mesje moeten vinden en een overval moeten plegen. Heb jij niet die buitenwijk of zo waar jij illegale dingen hebt of zo? Ja, ik weet wel een wijk, maar ik heb geen geld. Wat bedoel je geen geld? Ik heb geen geld, ik sta in de min. Ik wacht op mijn uitkering. Ik heb 4000, joh. Met 4000 komen we nergens, mammoet. Maar zijn er mensen of winkel? Ja, we kunnen ook mensen overvallen, maar we kunnen ook winkel pakken. Ja, kom, we gaan gewoon naar winkel, joh. Kom goed. Ja, maar dan hebben we wel eerst even iets nodig. Wat hebben we nodig? Ja, een mesje. Ja, wat wil je doen? Met blote vuisten overvallen? Vriend, met slippen? Naar die winkel, gewoon die kassa leeg trekken. Zo werkt het niet. Die mensen zijn wat gewend in deze stad. Oké, waar moeten we een mesje kopen? Oh, een mesje is 40.000 ongeveer. God, echt waar? Oh, een mesje is duur. Vriend, wat voor mesje is dit? Ja, het is een hele dure mes. We moeten even iemand oplichten, vriend. Ja. Zeg, wij zijn... Ja, wat zijn wij eigenlijk? Ja, ik weet niet. We zijn buurman en buurman. Ja, maar zeg gewoon, wij verbouwen jouw hele woning voor 40.000. Kunnen we niet tandenbleekproducten verkopen? Ja, dat kan ongeveer wel. Hey, Fred, weet je wat wij kunnen verkopen? Baardolie is volgens mij een goeie. Oh, ja, ik heb laatst eentje besteld. Hoe heet het ook alweer? Wacht even. Spoegbeeld. Ik weet niet meer hoe die heet. Douchebeeld. Nee, ik weet het niet meer. Oh, ja, douchepunt. Doucheput, ja, doucheput, dat was het. Fred, heb jij dit wel eens gezien? Kijk, deze plek, zo. Deze ding. Heb jij dit gezien? Wat? Deze brandkraan. Wat? Je gaat je auto weer slopen, Wacht, doe waarom hij gaat niet stuk? Ja. Oh. Fred, hoezo deze dingen zo... Maar hij werkt niet. Deze ding is van metaal, joh. Oh, bro, waarom maak je auto kapot? Waarom? Godverdomme, hij zegt stuk. Oh, nee. Yo, is jullie auto kapot? Ja, vriend, hey. Ja. Deze Peter, hij wilde net broodjes smeren, maar wij hebben geen mes. Heb jij misschien mes bij jou? Die kan ik waarschijnlijk wel regelen. Alleen, we hebben al ons geld uitgegeven aan de broodjes, dus we hebben geen geld meer voor mes. Ja, wij willen zo'n broodjeszak beginnen, maar wij missen alleen nog één mes. Peter, leg hem even uit. Hoe heet die broodjeszak? Wat voor brood wij gaan verkopen en zo? Ja, we hebben een broodjeszak. Die heet Toastman en daar. Oh, ja, mooie naam. Toastman, zo heet het bedrijf. En daar gaan we dus, je hoort het al, toasten. Dus gewoon geroosterde brood. Broodjes gaan we toasten. Ja, alleen we hebben echt een mes nodig, anders kunnen we niet verder. Jullie gaan er niks slechts mee doen. Wat zeg je? Jullie gaan er niks slechts mee doen. Nee, tuurlijk niet, mama. Wat kan je met een mes niet doen? Ik ga even mijn waggie halen. Aight. Ik heb een waggie. Laten we weer naar Mammoet gaan. Yo, Mammoet! Mammoet! Hey, Fred. Kijk hier, ik heb waggie erbij gehaald, man. Mooi, Fred. Ja, ik heb net, het is me net gelukt, 10.000 gekregen. Oh, nee, maar hebben we broodmes? Nee, helaas niet. Maar wacht even, mevrouw, is het nu goed? Ja. Moet ik uit en nog schoonmaken of hoeft dat niet? Nee, zo is prima. Okay. Ziet goed uit. Ik wil jou bedanken, heb je het snel geregeld? Geen probleem. Wat was jouw naam? Ik ben Gerda T. Oh. Oké, Gerda, dankjewel. Mammoet, ouwe fixen. Welke auto gaan we? Met die van jou? Kom, we gaan met die van mij, want jij kan niet rijden. Ja, maar dan moet ik even in garage zetten, vriend. Zet in garage. Oh, Peter Piet. Wie is dit? Ik ben Cornetto. Bro, Cornetto, hola, maakt me niet uit, bro. Wie ben jij? Cornetto, jij hebt toch die broodmes bij jou, of niet? Nee, man, ik wil handtekening van Peter Piet. Kan bro, dat? Luister, dan 20.000 krijg je handtekening. 20.000, ik geef je 1000 voor handtekening. Wat? 20.000, vriend. Ik geef je 1000. 1000 voor... Bro, je... Wat? Wat? Bro, je moet al 1000 geven voor mijn tijd voor doen. Wat is dit? Oké, breng ons naar garage, Peter. Ja, fijne dag, hè. Mensen willen tegenwoordig handtekening van mij, man. Ik snap er niks meer van. Hoe zet ik nou die auto? Nee. Gewoon hier neerzetten, toch? Nee, in die rode cirkel. Welke rode cirkel? De rode cirkel, die hier. Kijk hier. Oh, ja, oké. Uit. Mammoet. Mammoet. Stap in. Vriend, Crusher, waarom jij zegt elke keer fout? Mijn naam is gewoon Mahmoud. Mahmoud. En nee, ik ben geen Crusher. Bro, we kunnen weer uitstappen en weer... Laat mij, nee, ik wil niet vechten met jou. Weet je zeker? Mahmoud is een stalen vuist. Nee. Luister, we moeten geld gaan fixen. Ja. Ik heb nu... Alles bij elkaar is 13.000. Alles, hè? Alles bij elkaar. Oh, ja.
Ik kom niet verder dan 500. We hebben 40.000 nodig voor die mesh. Ja, ik denk wel dat we hem goedkoper kunnen wachten. Laat me even een paar mensen connecten. Wacht, wil je naar mijn huis toe? Ik ga je even bij mij thuis brengen. Ja, breng naar jou. Hoor. Luister dan, ik ben niet zo heel trots op mijn ossel. Dus probeer toch, als je me gaat afkraken, dan doet het wel pijn. Alleen dat zeg ik. Nee, ga ik niet doen. Oké, want ik schaam me een beetje voor mijn huis. Ik woon hier, man. Vriend, parkeer je auto even, joh. Boom, is mijn straat. Ik run dit. Oké, hier naar binnen. Hier is je huis. Ik mag niet lachen, hè? Je mag niet lachen. Hoeveel betaal jij per maand? Ik denk 800 per maand. Maar ik heb ook uitkering, dus ik krijg nog subsidie. Zo. Even kijken, joh, Peter. Wacht, ik kom even opnieuw binnen. Ja, wacht, even eerst de indruk. Nog een keer. Oké, even eerst de indruk. Wacht even. Jij betaalt 800 per maand! Bro, ik heb nog gezegd, lach niet. Heb jij een huis? Nee, ik slaap in auto, klootje. Oké, dat bedoel ik. Rustig moet je... Rustig blijven. Peter. Nee, zonder grappen, echt waar. Echt. Het ziet oké uit, vriend. Echt. Kijk, keuken mooi. Beetje, ja... Ja. Oh, je hebt zelfs romant... Vriend. Ja, man. Wat ben jij van plan, vriend? Wat ik van plan ben, is een overval. Waarom heb je die romantische kaars aangestoken, Peter? Nee, man. Kan jij mij wat zeggen? Nee, ik heb geen stroom. Godverdomme, Peter. Ja. In ieder geval... Nog meer. Even kijken. Hier heb je waterpijp. Oh, mooie film. Wie is deze vrouw hier? Ik weet niet, man. Dit stond er al toen ik hierin ging trekken. Al die familiefoto's. Oh, je hebt niet weggehaald. Je hebt gewoon gelaten. Ik heb gewoon gelaten. Ik dacht gewoon gezellig. Ja, en hier? Slaapkamer. Slaapkamer. Enige plek waar ik wel licht heb. Ik zeg je eerlijk, man. We moeten geld maken. Ik wil naar een grote huis, man. Ja. Oh, pas op. Oh, jeetje. Wacht, zit wat onder mijn voet. Wat dan? Oh, is je album van Lil Kleine, wacht. Waarom heb jij die daar op de grond als je onder zit? Ja, ik weet het. Nee, die kreeg ik gratis. Oh, gratis, bij wat? Gratis, even kijken, wat was dit ook alweer? Cornflakes. Oh, bij een pak Cornflakes. Bij Cornflakes, Lil Kleine album. Oh, het gaat niet meer zo goed. Nee, mooi. Oh, hier is wc. Ja, mooi, man. Ja, echt waar, Peter. Je bent beter dan ik, vriend. Ja, toch maar daarom. We moeten beide naar een groot huis gaan. In ieder geval, jij van een auto naar een huis. Wat is die auto van jou? Is jouw auto? Welke auto? Die Audi. Die Audi? Tuurlijk is die van mij. Van wie anders? Hoeveel? Ja, als jij die verkoopt, wij hebben... Maar wat ga ik me fucking... Verkoop jouw auto? Nee, vriend. Hoezo? Maar ik heb alleen nog maar auto. Als jij... Vriend, dan heb ik geen huis meer. Ah, nee, je kan onder de brug slapen. Je mag hier slapen op de bank. Vriend, welke bank? Je hebt niet eens bank. Bro, kijk hier, bank. Kijk deze bank. Kom op, joh. Hey, kom op, Peter. Dit is geen bank. Wat is dit? Piepschuim of zo. Wow. Kom, we gaan eruit, want ik ga je straks knock-out slaan in mijn eigen huis. Ik ga eventjes iemand connecten. Peter, ben je aan het bellen of niet? Ik ben aan het berichten. Wow, niet gaan spinnen met mijn auto. Mammoet. Oké, sorry. Ik sla je op een dag naar de tiering in. Hé, hey, als we een mesje willen kopen, zitten we ongeveer op de 35-30k. Hé, wat wij kunnen doen, hè? Wat kunnen wij doen? Oh, wat gebeurt hier? Mijn boys, op ik helemaal pijn heb. Ga, word boys daarmee. Oh, wacht even, ik kan proberen uit te stappen. Wacht, ik moet liggen. Oh. Hebben jullie een paraplu nodig, boys? Paraplu? We hebben geld nodig. Hoeveel wil je? We komen net tekort. 10.000 is al goed. 15.000 beter. Doe maar 20. 20. Oh, dit is 2000. Ik ga je straks kapot slaan. Hey, vriend. Minimaal per persoon 2. Per persoon. Hey, mij ook. Mammoet, stap uit. De teringsloop. Oh, gaat het, Mammoet? Gaat het? Mammoet, gaat het? Minimaal 2000, dan gaat het mij beter. Geef hem maar 3000. Oké, ik ben weer beter. Gaat goed? Ja, toch? Ja, kom. Yes. Hé, hey, volgende keer wel oppassen. Klootje, ik heb maar 1200 gegeven. Maar ik heb nu wel 3000. Maar zo komen we er wel. Ja. Hoeveel hebben wij nu in totaal? Ik heb 3000. Ik heb bijna 15. Maar wat als wij gewoon naar het casino gaan en wij... Nee, Mammoet. Ik heb geen succes met casino. Maar ik laat me niet snel tegenhouden, dus laten we naar het casino gaan. Wat voor spelletjes jij kan spelen daar? Roulette. Nee toch, wij zetten alles op één kleur. Nee, dat gaat niet goed. Volgens mij dat is de enige manier. Maar wat als we het verliezen? Als we het verliezen, dan hebben we niks. Ja, dan hebben we niks meer. Oh, dan moeten we helemaal opnieuw. Wacht even.
Ah, ja, schoudervergoeding. Oh, hey. Au. Weet wat ik ga voor... met 300 kilometer per uur. Hey, rustig man, dat is niet jouw auto, hè? Oh ja, god, voor de auto. Oh man. Wij gaan één keer proberen, vriend. Weet je wat ik ga keer. Proberen? Ik ga proberen €1000 op nul te zetten. Nee. Op groen, jawel. Doe het. Oh, ik heb niet genoeg geld op zak. Maar ik kan ook 300, wacht, ik heb nog 300 op zak. Ik ga dat proberen. Oh, hij is aan het spinnen. Oh. Hij is aan het spinnen. Neem maar mee. Oh, nee, hij gaat... Oh, hij kan er komen. Nog één keer draaien. Oh, mam. Nee, niet zeggen, niet nee. Kanus is... Oh. Wacht, ik doe 2000 om rustig te beginnen, ja. Oh, nee, we gaan al het geld kwijtraken, man. Nee, ik heb gedaan. Waar heb je op gezet? Op rood. Peter, nee. Peter, gaat niet goed, dit. Oh. Nee. Ik ga nog één keer 1000 proberen op nul en daarna gaan we weg. Peter, nee. Jij me hier naartoe gebracht. Ik heb gezegd, ik heb een gokverslaving. Oké, 1000 op nul. Oké, hij draait. Schijtje. Oh, wat de hel. Peter, ik ga het doen. Gaan we gokken. Gelukt. Oh nee, we zijn klaar. Oh, wacht. Oh nee. Het scheelde niet veel. Peter, ik heb 10.000 op zwart gezet. Nee. Haal hem eraf. Nee, ik heb hem gedaan. Nee. Ik heb 50 gehad. Peter, het is gelukt, weg mijn zin. Hebben we het? Ja, 20.000. Maar wacht. Blijf jij in de auto zitten. Ik heb nog €1000. Die moet ik nog één keer op groen zetten. Wacht, ik moet op de bank zetten, wacht. Ja, en dan ga ik nog één keer 1000 zetten op groen. Oh, wacht, ik durf hem niet te zetten, man. Moet ik het doen? Ik zet ook 600 op groen. 600. Go. Ja, okay. Ik heb gedaan. 600 op groen. Ja, we zijn... Nee, joh, dit gaat niet. Nee, Peter, nee. Nee, dit wordt hem niet. Nee. Ja! Wat? Grapje, ik heb net gewonnen. Oh, man, je maakt het... Oh... Wacht, ik heb nog €967. Peter, bro. Hij is zo koude hard fucking schreeuwen. Ik heb net 5. Peter, deze jongetjes vinden het niet leuk dat wij schreeuwen. Even rustig. Bro, boeit mij geen moe. Peter, wie thuis? Wauw. Hou je bek, man. Wacht, man. Kom hier, Peter. Gaat heel stuk. Ik spelen, Peter. Oh. Mijn oor doet pijn. Wie gilde hier net? Die ene rechter. Maar moet jij bent echt de grappigste. Oké, laatste keer. Kom op, man. Hij moet een keertje vallen. Niet op groen. Jawel, ik heb hem op groen gezet. Kan niet meer terug. Godverdomme, pak die bal eruit. Kijk, altijd op groen gaat. Oh, nee, man. We moeten weg. Weg. Hoeveel geld hebben we nu? We hebben 20.000. Weg hier. We hebben meer geld dan we net hadden, vriend. Oh, nee, je hebt gelijk. We hebben nog €10.000 nodig. Vriend, we zijn bijna daar, hè. We zijn er bijna, man.